Het is vrijdagmiddag 30 april 1 uur. De ijs staat min 0,5 op 706-707. Dus we even afwachten of we met een 7 of een 6 het weekend ingaan. En wat een week was het wel niet, met cijfers, et cetera. Dames en heren, welkom bij de wekelijkse IEX-podcast in weer een andere bezetting. We variëren. We hebben vandaag een heuse gast. De gast is hier André Brouwers van Beleggersinstituut, oud-handelaar. IEX gaat de komende tijd cursussen geven, trainingscursussen met André. En vandaag komt hij wat uitleggen over hoe u nou, ja, of treden eigenlijk wel wat voor u is. En even om de, ja, de allereerste beginselen van, van het treden met u, met u door te nemen. En uiteraard gaat hij zich natuurlijk ook met, de, met alle aandelen bemoeien in de brede markt. Waar wij nou, natuurlijk... niet met alle aandelen. Oké, waar <laughs> okay. nou, wij dan. het over gaan hebben. En als ik het over wij heb, heb ik het over Niels Koers, aandelenanalist van, uh, van IEX en vaste gast hier. Mijn naam is Adriaan Kamp, ik ben marktcommentator van, uh, van IEX. En uh, zal ik met jou beginnen, Niels? André zei al van: uh, ik, val, ik val er wel in. Big Tech hadden we van de week. Uh... Ja, het was wel geniet hoor. Want het is uh, ja, wat wij altijd doen uh, na beurs. Om tien uur komen die cijfers langs. En dan staan wij echt gereed met onze laptop. Om te kijken van wat, zijn, ja, wat, wat die cijfers precies zijn en of ze meevallen. Ja, ik was echt onder de indruk. En ja, het begon al met, uh, met Facebook. Ja, ik, ik zat Begonnen echt. Gewoon wel niet om, op maandag met ja, Tesla. Ja, want in, in, inmiddels Tesla is toch ook Big Tech? Ja, Tesla is Big Tech, maar die vielen niet extreem mee. Het ging me meer om. Uh, ja, voor mij waren er echt twee bedrijven die heel erg meevielen: dat waren echt Facebook, of drie waren het er: Facebook, Amazon en Apple. En met name Facebook, waar ik dan uh, ja, voor premium meteen uh, ook een stuk over schreef. Ja, ik was wel echt onder de indruk. Als je, als je, als je ze laat, ze laten gewoon zien een omzetgroei van 48 Nou, en dan. Terwijl de markt mij rekende op 34%. dus dat ja, is wel ja, ja. Een boel, De, de verwachtingen werden, werden echt weggevaagd. Ja. Gewoon. Ja. Dat, uh, dat, bij allemaal. Ja. Ja, 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 toen ik die cijfers zag, dacht ik echt van klopt het überhaupt wel? <laughs> Weet je wel? Dacht, hoe, hoe, hoe dan gewoon? Maar uh, ja, wat, wat je gewoon ziet is dat, dat adverteerders uh, toch. Die, die blijven toch terugkomen bij Facebook. Of ongeacht dat het, dat het imago slecht is. Maar bedrijven zijn afhankelijk omdat Facebook nou simpelweg een. Enorme uh, ja, grote groep uh, gebruikers heeft, dus ja, is gewoon een belangrijk platform. Gaan ze last krijgen van die nieuwe privacy-regels van, van Apple? Ja, zeker krijgen ze daar last van. Ze hadden het Waarom over. Gaat de koers dan 6% omhoog? Ja, maar dat komt omdat, uh, omdat, ondanks dat ze er last van krijgen, nog steeds heel veel gaan groeien. Ook in het uh, in tweede kwartaal rekenen ze nog zelfs op een groeiversnelling. Ik moet dan wel zeggen, ze rekenen uiteraard ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, En dat was natuurlijk een. Nou ja, minder kwartaal, want die, die advertentiemarkt zat wat op slot. Dan nog hadden ze 20% groei, hè, laat dat duidelijk zijn, in dat tweede kwartaal van 2020. Maar de vergelijkingsbasis is dus gunstig. En uh, ja, dan kunnen ze nog een versnelling in, in het tweede kwartaal. Maar in de tweede jaarhelft rekenen ze op een vertraging. Ik vond zelf vond ik de aandeleninkoop van 50 miljard van Alphabet vond ik zelf het meest bijzondere. Eerlijk gezegd had ik dat gisteravond ook wel bij Amazon verwacht, dat ze met zoiets zouden komen. Het is dus de laatste big tech fonds dat, uh, dat, dat geen aandeleninkoop doet. Wat vond jij de meest opvallende cijfera van Big Tech dan deze week, André? Mm, nou ja, wat mij in zijn algemeenheid opvalt, is dat uh, de extreem goede cijfers beter dan verwacht, uh, niet bij alle aandelen meteen leiden tot een verdere stijging. En ik denk dat dat, uh, voor mij is dat een belangrijk signaal. Ik denk dat we eerder wat vermoeidheid zien. Ja, bedoel je dan dat, dat Apple en Amazon maar 3% omhoog Nee, Facebook, Facebook sprong eruit, die ging twee dagen ja. achter elkaar met 7% omhoog. Maar Microsoft had ook fantastische cijfers, is uiteindelijk uh, flink teruggevallen. Apple gisteravond, in eerste instantie 3% erbij, vervolgens sloot het onveranderd. Amazon, uh, we gaan het vandaag zien, maar er komt 3-4% bij, waren waanzinnige cijfers. Uh, maar je ziet in, in meer aandelen dat uh, ja, ik, ik denk dat dat toch een beetje uh, het bezit van de zaak einde van het vermaak op dit moment is. En kijk, als het nou, zo mooi is. Zo mooie... Hoeveel beter kan het nu nog worden? Nou, exact. Dus, ja. Maar uh, denk, één... denken we dat niet al tien jaar? Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet in termen van tien jaar. Ik kijk, ik kijk wat er nu is. En ik kijk of het nu een interessant moment is om eerder te kopen of te verkopen. Als ik uh, als belegger daarnaar zou kijken, dan zou ik me uh, eerder wel wat uh, achter de oren aankrabben. Want ik denk, ja, als deze cijfers niet meer goed genoeg zijn om het, om het er doorheen te trekken, de waarderingen zijn extreem. Uh, de cijfers zijn ook extreem, maar dan is de vraag: ja, hoeveel goed nieuws moet er dan nog achteraan komen en hoeveel stijging zit er dan nog in? Dus met andere woorden, wat is mijn risk return? Oftewel, hoeveel potentie zit er nog in en hoeveel risico heb ik? Ik ben daar wat sceptischer over dan de meesten. Uh, ja, ik snap dat die cijfers geweldig zijn, maar ik kijk vooral naar de reactie van de markt. En als ik die reactie van gisteren en van vandaag zie, uh, vandaag, nou ja, goed, in ieder geval de futures dan. Dan denk ik dat er redelijk wat, uh, wat goed nieuws ingecalculeerd zit. En ik hou dan ook wel rekening met een, ja, mijn inschatting dat, dat we hier dicht bij een hele belangrijke top zitten. Belangrijke top nog wel. Uh. Ja. Dat denk ik, ja. En reken okay. je dan ook echt op dat we weer naar een beermarkt gaan? Dus nee, dat Ik kijk een belangrijke top hoeft niet te betekenen dat we morgen meteen acuut, uh, als een, als een, als een uh, nou weet ik veel wat, naar beneden toe duiken. Ja, dan roepen ja. mensen altijd meteen weer kracht. Ja, ja, nee, maar goed, kijk, je kunt niks voorspellen. En dat is ook helemaal niet mijn. Uh, mijn, mijn uh, mijn bedoeling, ik probeer alleen te kijken van hoeveel upside heb ik nog vanaf deze niveaus. Mijn eerste inschatting is vier tot zes weken. Dat heb ik een paar weken geleden geroepen. Ik denk dat dat, in dit geval zou het wel eens een jaar kunnen zijn van sell and may go away. Uh, ik denk dat dat dit jaar wel eens zou kunnen opgaan. Uh, puur de opbouw van de markt. Kijk, we hebben, we hebben Biden gehad met zijn steunpakketten. We hebben de, de, de goede cijfers nu gehad. Uh, de markt is echt, echt zichzelf aan het uh, overstretchen in mijn beleving. En uh, ja, dan is de vraag, wat, wat er moet een nieuwe impuls komen om die markt nog een keer een sweeper omhoog te geven, denk ik. En ik denk dat het, dat, het, uh, dat het uit luiigheid, eigen vermoeidheid onder haar eigen gewicht misschien wel een beetje gaat bezwijken. Maar denk je dan, denk je eerder aan de zijwaartse markt of echt ga je me naar? Kunnen, een dat zou kunnen. Markt. Maar kijk, het belangrijkste voor mij is als er weinig upside maar in zit, dan is het voor mij niet interessant om mee te doen. Dus met andere woorden, zie um, ja, je dan voor de zijlijn of? Ja, nou goed, maar, maar daarbij moet je ook bedenken dat, dat er is. Kijk, als je over de markt praat tegenwoordig, dan moet je het eigenlijk hebben over hele specifieke sectoren. Want wat is de markt. Uh, de AIX, ik noem het ook wel eens ALMX. Want uh, uh, het heeft eigenlijk alleen maar met ASML te maken, of met de techniek <laughs> te maken, of At&N. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja klopt. Een ASM, het is niet meer representief. Dat zie je nu inmiddels bij de Nasdaq. Ook. Er zijn vier, vijf, zes grote jongens die domineren het spel. En als die op een gegeven moment niet meer meedoen, die index niet meer omhoog trekken, dan is het dat, dat, dat. is wat ik nu meen te zien. Nogmaals, het is pril. Het is het eerste begin. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik ben ook benieuwd hoe we deze week eindigen. Einde van het kwartaal. Volgende week het begin. Dat zijn vaak kritische periodes. Als dat niet leidt tot een nieuwe stijging, dan denk ik dat we in zijn voor een voor het neerzetten van een belangrijke top. Dat is nou ja, goed. Dat is mijn inschatting ja. op dit moment. En uh, ja, oké, okay, dat het is niet meer en niet minder ja, dan dat. Brengt het bre brengt ons bij een uh, volgende belangrijke top, zeg maar die er was. Uh, vet rentebesluiten deze week. Mm. Nou, dat was helemaal. Dat was eigenlijk een no-brainer, eigenlijk uh, gewoon uh, unchanged, zoals dat altijd heet. Ja. was ook totaal geen nieuws. Ja, dan komt een persconferentie. En ja, uh, Jerome Powell, voorzitter Jerome Powell, die staat altijd als een professor uh, college te geven en die strooit met quotes. En uh, de boodschap van hem uh, was deze keer van uh, ja, die inflatie gaat oplopen. En uh, laat maar komen. Want op mm. lange termijn. Op lange termijn ja. is, het, uh, is, er steeds, is het nog steeds nog deflatoir, zeg maar. En het komt vooral. Uh, de inflatie wordt vooral veroorzaakt voor, door de base materials, zei hij ook letterlijk, dus commodities, et cetera. Ja, ik zou we zeggen, zagen, en we zagen vandaag van het CBS zagen we uh, wat inflatiecijfer voor de industrie voorbij komen van 7%. Dus mm -hmm. wat dat betreft, dan uh, loopt het wel op. Moord ja, jij dat hier goed vanat. Ben jij het met hem eens? Uh, nou zie, ja, goed. zie jij ook korte wie, wie, inflatie? wie ben ik om het met hem eens te zijn? Het enige wat ik zou zeggen, be careful what you wish for. Uh, als het gaat om de vet. Kijk, de spelbreker voor de markt, denk ik, kan wel de rente zijn. Dat hebben we heel even gezien. Hè? Dat eerste sprongetje van, van zeg maar vorig jaar augustus naar 0,5 in de T-bonds naar zeg maar nu 1,6, 1,7. Ja, dat ging op een gegeven ja, moment. De, ja, ja, de, ja. de Amerikaanse rente, dat ging op een gegeven moment eh, enigszins parabolisch. Dat is altijd iets waar de markt van schrikt. Dat hebben we even gezien. Dat leverde even tot een kleine schrikreactie, maar het heeft geen trendomkeer gebracht. Dat wegpoetsen met het idee van, oké, okay, dit zal tijdelijk zijn en. Maak je niet druk. Ja, dat is een gevaarlijke, uh, gevaarlijke houding, vind ik, van de vet. En als ze verkeerd zitten, dan hebben ze, denk ik, TZT echt een serieus probleem. Dat, uh, waren, dat was ook de, de teneur in de commentaren. Oké, prima. Dat wist ik niet, maar in ieder geval, dat is mijn inschatting. Uh, ja, ik, ik kijk op dit moment, uh, die rentemarkt is nog relatief rustig, maar ik denk dat je daar ook op korte termijn goed naar moet kijken. Want dat kan wel even de trigger zijn voor een, voor een tweede, wat serieuzere. Misschien ja, ja. Je ziet in Europa, ja, maar wat, ja. wat denk jij, Niels, moeten we dan dan weer. Het was natuurlijk toen die, inderdaad, toen die Amerikaanse rente parabolisch ging, want dat was in februari zo. Toen ging technologie keihard onderuit. Hè, de Nasdaq dipte echt. Zie je dat weer gebeuren? Denk je dan weer aan technologie? Ja, maar het hangt ook wel weer af: wat is de reden van de rentestijging? Mm -hmm. Als dat weer komt door aantrekking van de economische activiteit, ja, dan gaat ook die winstgevendheid van die technologiebedrijven verder omhoog. Dus Compenseert dat weer elkaar. Ik denk wel dat op het moment als je op korte termijn een snelle rentestijging krijgt, dat wel uh, technologie daardoor het hardst geraakt uh, gaan ja. worden. Maar je ziet het in Europa ook toevallig die rentes behoorlijk aantrekken. Want de Nederlandse 10-jaars doet nu min 0,13. Nou, natuurlijk is nog steeds extreem <laughs> laag. He, <daar> zouden we, <laughs> dat tekent iedereen voor. Maar het is wel het hoogste niveau sinds uh, juni uh, 2020. Ja, kijk, en als je, als je naar commodity prijzen kijkt, nou pak, pak maar een grafiek van welke commodity dan ook. Ja, en dat het niet is... stijgt, geloof ik is voor. Frozen Orange Juice. Precies, uh, gewoon ja. net uh, or or Oranje, sinaasappelsap blijft <laughs> nog wat achter. Maar voor de, voor de rest blijkt eigenlijk alles te stijgen. Nou ja, goed, dat is een signaal. En nogmaals, dat is misschien nu even keihard gegaan. Maar uiteindelijk druppelt dat door. De ja, koper uh, dus, gaat hard, ja. Ja, nou ja. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk, hè, wanneer gaat de markt zich daar druk om maken? En nu is altijd alles weggepoetst, nog steeds met het is maar tijdelijk. En de vet zit op die lijn. Dus ja, wat wil de markt? Die ziet goede kwartaalcijfers, die waarderingen, ja, in mijn beleving. Zijn langzamerhand uh, redelijk stevig. Hè? Je zit op de één na hoogste waardering ever. Klopt. Eén na hoogste waardering ever. Nou, die ever die was al extreem ja. in, in de tijd. Als we het over 2000 hebben, heel andere tijd. Maar er zitten zeker parallellen in. Maar ja, dat kun je niet. Kijk, en het valt mij op hoe, hoe makkelijk men daar overheen praat. Dus ik heb, ja, ik noem het een beetje papegaaijournalistiek. Niks te van jullie, daar bedoel ik jullie niet mee. Maar een <laughs> beetje. Iedereen, Mag best hoor. Ja. Nee, 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 nee. Maar iedereen, iedereen, iedereen zit een beetje in hetzelfde kamp. Hè, om met jouw mooie achternaam te, 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 te spreken. Iedereen zit een beetje in hetzelfde kamp. En dat vind ik, dat vind ik altijd interessant. En ik vind ook dat dat, ja, dat boeit mij. Want dan denk ik, oké, okay, maar als iedereen in die richting zit. en hetzelfde elkaar napraat. Ja, dan is er gevaar voor een opening naar de andere kant. voor een verrassing. Dus ik denk dat de markt zichzelf kwetsbaar gemaakt heeft, laat ik het zo zeggen. Oké, okay. nou als we het dan toch over technologie hebben. Vandaag, uh, u zit er natuurlijk ongetwijfeld op te wachten. met deze podcast, Cijfers Beasy. Wat vond jij ervan, Niels? Ik had zelf het idee van, uh, Bezi heeft dit niet zo heel handig gecommuniceerd. Uh, wat was namelijk het geval? Een maand geleden gaven ze nog aan van, het zit heel erg goed met het orderboek. Ja, dus iedereen ging er natuurlijk voetstoos van uit van, uh, dat uh, draait als een tierenlieren uh, daarin duiven. En uh, de koers ging naar 78. Ja, en vandaag is er, is er het bericht van dat, uh, dat de omzet aan de onderkant van de verwachting zit. Ja, als je aan als je zich naar die cijfers kijkt van Bezi, dan kun je overal weer een dikke krul bijzetten ja, die omzet tegenvallen hadden we even niet opgerekend. Nee, Hoe nou, kijk jij er tegenaan, Niels? Nou kijk, Basie, je hebt natuurlijk een bepaalde waardering. Dat zie je bij alle chipbedrijven. Dan mag je geen... Uh, ja, het moet volledig hmm. meevallen. Je mag Price geen, for perfection noemen juist, we dat. Dus ja. als het dan ook met iets tegenzit, dan reageert die koers ook meteen, of uh, beleggers, negatief. En ik vond die cijfers op zich waren gewoon prima. Omzet plus 30 procent. Een outlook voor het tweede kwartaal. 30% tot 40% hogere omzet... ten opzichte van weer het eerste kwartaal uh, dit jaar. Dus die, dat, dat ziet er gewoon heel, heel goed uit. Alleen ja, de markt is al al op voor gesorteerd, simpelweg omdat ze een maand geleden... die positieve winstwaarschuwing lieten zien. Dus ja, ik, 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 ik zit zelf in het aandeel... ik maak me hier nou niet echt zorgen om. Ja, ik ben ook Hoe, langer belegger. Hoeveel draadde de koers, als ik vraag mag? Maar ik heb het niet 5% gevolgd. Ja, hij opende oh, okay. vanochtend min 7 ongeveer. Ja, maar, maar staat ja, ja. min 5. Ja. Maar ik, voor als lange termijn belegger. Een, een iets minder kwartaalsje. Ik lig daar echt niet wakker van. Dat moet je als als langetermijnbelegger ook niet doen. Maar ja, dat hoort erbij. Ja, ja. Maar maak je je als langetermijnbelegger niet zorgen? Als ik, uh, ik, ik, een van de dingen die ik bijzonder vind ook. Eh, ik Kijk bijvoorbeeld naar ASML, dat is dan wel een bedrijf dat ik volg en ook qua koers. Uh, er bestaan nu 55 hè, in de koers. Uh, je staat uh, 45 keer de KW voor 2022 of 2023, hoe gek je het ook kan maken. Dat vind ik altijd op zich wel bijzonder. Hè? Op ja, het een... ze, ja, het vond ze nog nooit zo duur geweest. Nee, nee. Ja, nou, precies. Hè. Dan denk ik, ken, ik ken nou. het ook nog uit de tijd dat het gewoon cyclisch was. En het lijkt alsof er nu geen cycliciteit meer in de, in de economie zou komen. Het is natuurlijk deels weggewerkt door al die renteverlagingen in de loop der tijden. Hè? Maar ja, toch denk ik dan van oké, okay, prima, maar laten we eens logisch nadenken. We hebben nu allemaal een lockdown gezeten. Dat heeft een enorme consequentie gehad voor laptops, iPhones. Kijk naar de cijfers van Apple. Prima, maar hebben we dat nou als we nou van de winter weer in zo'n lockdown komen? Omdat het toch allemaal nog niet zo wil vlotten met die vaccinaties. Zou kunnen, ik zeg niet dat het gebeurt. Gaan we dan nog een keer diezelfde laptop en diezelfde iPhone uh, kopen? Dus met andere woorden, wanneer komt de cycliciteit terug bij die, bij die chippers? En als ik nu tegen 45 de keer de winst van volgend jaar, dus niet van dit jaar, maar van volgend jaar ga betalen, ja, ik vind dat nogal stevig. Dus ik snap het verhaal: het is een geweldig bedrijf en het heeft een monopoliepositie. Je kunt er van alles nog wat over verzinnen. Maar ik vraag me wel af, wanneer is genoeg genoeg? ASML, het ja, is, ja. is inderdaad wel waar. De cyclus is weg. Ik bedoel, als we het over cyclus, we hebben het over basic. Als er één cyclisch aandeel is op het damrak, nou, dan geven er twee. Dat is dan Basy en AMG, dat zijn denk ik wel de meest cyclische aandelen op het Damrak zo ongeveer. Maar wat wel meespeelt dat ASML, Basie, dat die opereren wel in een markt dat op lange termijn naar verwachting heel hard gaat groeien. En dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Mm -hmm. En ook nog eens een keer hun balansen zijn heel sterk. Met name ook bezi, Het zijn altijd netto kasposities dat die bedrijven hebben. Dus ja, voor de lange termijn, ik weet ook wel bij dit soort waarderingen, dat misschien op korte termijn het, het, het rendement beneden gemiddeld kan zijn. Maar hmm. dat maakt voor mij niet zoveel uit. Want het probleem is, als je eruit gaat, stel ik zou mijn aandelen bezi verkopen, dan heb ik geen chipper meer. Ja, wanneer ga je er weer in? Mm -hmm. Dat is het probleem, vind ik altijd. Nou ja, ja op, ik ben er fundamenteel... nooit toegekomen om ASML te kopen, want iedere keer was er wel weer wat. Ja. Ja. Nee, maar, maar fundamenteel zal dan niks veranderen. Dat is natuurlijk ook het lastige bij, denk ik. Fundamenteel beleggen, fundamenteel verandert er niks. Ik bedoel, ASML een jaar geleden stond 180, nu staan we 55. Wat is er in dat jaar veranderd bij ASML? Nou, weinig met de wereld omheen. Is dus misschien wat veranderd, maar het bedrijf doet nog steeds haar ding. Dus op 300 is het een mooi bedrijf, op 400 is het een mooi bedrijf, op 500 is het een mooi bedrijf. Maar ja, ja. Wat, wanneer, wanneer nou, kun je zeggen, ja, ik blijf erin zitten tot de eeuwigheid. Ja, ik ken nu nog beleggers. Die zitten voor de eeuwigheid in Koenkoolie. Op een gegeven moment is het over. En de vraag is natuurlijk, wanneer ga je dat bepalen? En wat is nog reëel om te betalen? Betalen voor zo'n bedrijf. Dat is dat is meer dat is een ja. vraag, hè? Ik, nee, maar ik, ik, snap, ik, weet dat, ik snap die, die bedenkingen wel. Alleen het probleem is als je dan als je ik snap die gedachte, maar als je dan die die aandelen gaat verkopen. Mm -hmm. Um, waar blijf je dan vaak mee zitten? Bij, met achterblijvers. En wat ik absoluut niet wil hebben, dat heb ik in het verleden wel eens gehad, dat ik mijn winnaars ging verkopen. En dan blijf ja. je met allemaal achterblijvende, nou ja, tussen aanhalingstekens, ja, troep blijf je zitten. <laughs> ja. Ja. Um, <laughs> en dat is niet iets wat je wil. Nee. Dus, dus ook voor de, voor de spreiding wil ik wel ook technologiebedrijven en ook mm -hmm. exposure naar uh, chipbedrijven. En ik weet ook wel dat die prijs hoog is, maar ja. Ja. Tot nu toe... Uh... Maar, dat is, maar dat is volgens mij precies wat het is. Ja. Het feit is dat je denkt, ja, there's nowhere to hide. Uh, in de zin van, ja, wat moet ik er dan mee? En dan moet ik eruit, maar wanneer ga ik er dan wel in? En nou ja, dat soort dingen. Maar dat is, ja, maar, ik, maar goed, oké, okay, prima. Ik snap jouw redenering. Ik zou er zelf wat anders in zitten. Kijk, als ik het niet meer interessant vind, dan zou ik zeggen, oké, okay, desnoods zet ik het op cash. Ook al verlies ik daar dan tussen aangezicht klein op. Voelt misschien gek, maar ik zou eerder die neiging hebben. Maar goed, misschien ben ik ook wat meer de handelaar dan de, dan de echt ja, ja. lange termijn, super lange ja, ja, goed, termijn belegger. We hebben het natuurlijk over bezig. Dat is in ieder geval bij onder ons publiek zeg maar een uh, razend populair aandeel om in te treden. Ja, Ik heb ik het al ken even het niet, in, 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 de, in de introductie gezegd. Eigenlijk gaan de komende tijd, EX, met jouw beleggersinstituut, ja. we gaan een cursus geven van zes keer twee uur, als ik het goed heb. Dus mm -hmm. niet even in een uurtje en tien bullet points. En uh, u kan los. Nee, echt een, echt een serieuze cursus. Ja. We gaan een cursus, ja, de, de basisprincipes van treden. Zo van, en dat is eigenlijk... We spraken natuurlijk al van tevoren even af, om gewoon maar even te peilen van zo'n cursus, van bent u eigenlijk wel geschikt als trader? Zeg ik dat goed zo, André? Nou ja, één, ik zou willen dat de meeste mensen wat, zeg maar, bewust een keuze gaan maken als ze zeggen, ik ga beleggen, wat Niels net beschrijft. Dat is een heel duidelijke beleggingsaanpak. Nou prima, dat is iets heel. Ik doe dat zelf ook, ik beleg puur voor mijn pensioenkapitaal, maar er niks mis mee. En dat heeft ook is ook heel erg lonend geweest de afgelopen jaren. Uh, we hebben 10, 12 jaar prachtige tijd gehad als belegger. Uh, ik beleg zelf ook een gedeelte van mijn, van mijn vermogen. Een ander gedeelte uh, gebruik ik voor mijn trading, omdat ik dat al nou ja, heel lang doe. Ik ben een jaartje of 35 actief in financiële markten. Uh, en ik heb uh, de laatste 10, 20 jaar me bezighouden ook met het uh, nou, overbrengen van kennis. En het doseren, het lesgeven aan mensen die serieus met, uh, met beleggen bezig willen zijn. Respectievelijk met trading bezig willen zijn. Nou, ah. Trading is iets heel anders. Vergt ook een andere mindset, een andere manier van denken dan bij beleggen. He, dus dat is twee verschillende werelden. Wat wij in zes weken tijd gaan doen, ik wil mensen drietal dingen gaan leren. Eén, dat als je gaat traden dat je een methodiek moet ontwikkelen. Twee, dat je de juiste money management principes moet toepassen. En drie, dat je op de juiste manier moet leren denken en vervolgens ook moet leren handelen. En Mensen willen altijd, willen altijd maar één ding weten: uh, is, is mijn ervaring hoe neem ik winst en hoe beperk ik mijn verlies? Dat zijn zeker twee belangrijke vragen bij trading. Alleen daar kun je pas antwoord op geven op het moment dat je je eigen methodiek ontwikkeld hebt. En wat ja, ik bedoel, is, is daar niet een algemeen blauw bordje voor te geven, of een of, uh, of lees deze drie pagina's of kijk die websites en je weet het. Nee, want als jij bijvoorbeeld een, een trend uh, op basis van trends gaat handelen, uh, weet je gemiddeld genomen dat je 60-65% van de tijd zit de markt in een zijwaartse trading range en een zijwaarts gebeuren en een derde van de tijd zitten markten in een stijgende trend. Dat is eigenlijk globaal op welke tijd. Jij noemde dingen een derde van de tijd. Even dingen ja. sneller halen. Ja. Hoe, hoe, waar haal jij die wijsheid vandaan? Nou, dat kun je testen uh, en uh, dat is heel makkelijk als jij noem maar wat. Als je, een moving average heb je wellicht eens van gehoord. Ja, toch? <laughs> als, je een als je een moving average, nee, maar als je een moving average uh, uh, combinatie zou nemen, twee moving averages, je praat dan over een soort van technische analyse, kwantitatieve analyse. Als je op een gegeven moment bepaalde testen doet, dan zul je zien dat de betrouwbaarheid van een moving average combinatie ongeveer 65 is. Maakt niet uit welk timeframe je pakt. Kunnen mensen gewoon thuis nou, zelf nou testen? Of 50 of 200 dagen of wat dan, nee, dan ook zijn nee, nee, het Maakt niet aan. uit. Die komt altijd uit op 1. Twee derde. En dat betekent dat is ook dat als je dat gaat onderzoeken, dan krijg je bepaalde inzichten. En ja, dat inzicht heb je nodig. Kijk, als je een methodiek, laat ik een anders voorbeeld geven. Veel mensen gaan naar een casino uh, en dan komt er iemand buiten, uh, kom, kom ik iemand tegen en zeg ik: heb geld verdiend in het casino. Dan zeg ik ja, dat is hartstikke fijn, maar dan heb je geluk gehad. Want als je er logisch over nadenkt, weet je dat er maar eentje uiteindelijk wint in het casino: de bank. Oké, okay, het casino zelf. En hoe komt dat? Omdat ze een statistisch voordeel hebben. Een heel klein voordeel. Op de roulette tafel heb je 2,7 procent. Precies. Ja, dus statistisch gezien heb je gewoon een voordeel als je met een edge, in dit geval noemen we dat, een statistisch voordeel hebt. Nou, hoe kom ik aan een voordeel? Nou, dat haal ik uit het bestuderen van koerspatronen. Dus ik weet dat er bepaalde koerspatronen zijn, die kan ik toetsen, die kan ik testen. Ik ga die ook uitleggen, ik ga laten zien welke patronen ik hanteer. Dan kunnen mensen zelf hun eigen huiswerk maken. Ook dat gaan we in die zes weken doen. Ik ga ze een beetje uitdagen en zeggen: Nou, als je mij niet gelooft, en ik wil helemaal niet dat je mij gelooft, ik wil dat je mij test. Dus ga gewoon toetsen wat ik zeg en ga kijken of ja, dat maar werkt. Maar niet geloof zeggen, en dat is, dat is omdat beleggen, treden, etc., omdat dat kunde is en geen wetenschap. Nou ja, kijk, het is, het is geen exacte wetenschap, maar als jij met treden geld wil verdienen, zoals gezegd, zul je een aanpak moeten hebben. Je moet een, je moet een mindset van een casino-directeur hebben. Ja, ja een aanpak is iets anders dan bijvoorbeeld een Bugs of een Robin Hood. Uh, ja, je, uh, kijk, uh, is downloaden en huppen. Dat is een van de dingen waar. Dat is een hit om met denken te maken. Mensen denken in termen van tips in plaats van in structuur. Nou, bij ons van tips denken, dat heeft, uiteindelijk is dat op lange termijn niet, niet interessant, want je gaat daar uiteindelijk niet meer winnen. Dat is die eenmalige meneer die bij het casino een, een, een tip volgt en toevallig het goede nummer heeft en denkt dat hij in het casino kan winnen. Uiteindelijk gaat het om uh, de aanpak van een casino-directeur. Wat betekent dat? Hij heeft de statistiek in zijn rug, hij weet dat hij uiteindelijk het spel gaat winnen, mits die... Uh, Telkens heel gedisciplineerd dezelfde regels blijft volgen. Telkens dezelfde hoeveelheid uitkeert. En niet tussentijds zegt: Nou, deze keer, deze ronde geven we u wat meer bij uw uitleg. Hè? Dus niet 35 ja, ja. keer uw inzet, maar dan doen we 40 keer. Maar ja, ja. als je dus, dat gaat doen. Ja, ja. dus bent u. Dus ik, 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 ik sta op 10% winst. En dat was de afspraak met me. Dat is dat, dan ga ik eruit. Ja, maar dan ga ik zeker. Dat, is ja. Belang, dat zou een belangrijk kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat 10% voor jou te weinig is. Want misschien is jouw timing tussen aangestekens niet goed genoeg. En heb jij misschien wel 15% winst nodig. Omdat jouw. Uh, Fouten trades die je verliest, uh, opleveren, dat jij die pas afkapt bij uh, 5%, of bij 10% of bij 20%, I don't know. Ik weet niet. Kijk, je moet eerst erachter zien te komen hoe goed ben ik met timing. <laughs> Als je dat niet weet, kun je ook niet bepalen wanneer je eruit moet en hoeveel winst dat je nodig hebt. I I je iedereen, moet iets weten om het... is toch slecht met timing. Mm. Nee, maar je moet eerst iets weten over je hit-ratio. Dus je moet eerst weten hoe vaak van mijn transacties die ik doe, hoe vaak zijn er goed, hoe vaak zijn ze fout. Als ik een hit-ratio heb van ongeveer, laat ik zeggen, 60% fout en 40% goed, dan weet ik dat ik bij die 40% van de keren ik mijn, mijn fouten-trades moet compenseren. Anders ga ik het spel niet winnen. Okay? Dus als ik een euro verlies neem, zes keer een euro verlies, dan weet ik dat ik die vier keer twee, tweeënhalf keer winst moet halen om per cel de winnaar te zijn. Nou, dan kun je zeggen: Oké, okay, ik doe een transactie, ik neem bij een euro verlies en als ik 2,5 winst heb, stap ik er ook uit. Dan zou dat, hè, als jouw ja. hit-ratio of 60-40 is, dan zou dat kunnen werken. Maar dan moet je wel een goed systeem hebben. Precies. Eh, dus bangreizen. het gaat in eerste instantie om de methodiek. Dus wat we mensen gaan leren is. Uh, ga eens nadenken wat een goede methodiek zou zijn. Nou, in, in zes keer twee uur tijd kan ik veel. Ik, ik ben geen wonderdokter, maar ik kan wel de, de uitleg geven van hoe ik dat doe. Ik ga ook het voordoen. Dus zes weken lang kunnen ze mijn gouden tip volgen, wekelijks. <laughs> dus iedereen kan na zes weken ook bepalen of ik, uh, of ik het goed gedaan heb of niet. Dus dat is heel transparant. Dus put your money where your mouth is in dit geval. Dus ik laat het zien. Ik, ik geef voorbeelden. Um, en ik denk dat mensen daar heel veel van kunnen opsteken. Als je in ieder geval serieus bent. Als je blijft denken in termen van gouden tips. Nou, dan moet je vooral niet mee gaan doen. Ja, ja. Want en, als je, en als je ook uh, iedere dag uh, alleen maar. Ik noem maar wat tijdens de lunch onder je broodje, even wat zit te handelen op je app, of wat dan ook. Ja, je dat mag je iedereen mag. Het maakt niet zoveel dat. zin om huiswerk te gaan doen of snel ja, te gaan. Dat, dat, dan. dat begrijp ik, uh, Arjen. Maar K je beter het niet gaan doen? Nou ja, kijk, prima, iedereen mag doen wat hij wil. Tuurlijk, maar dat ja. is, als je mij vraagt, hè, ik ben hier voor een opleiding en ik wil mensen iets leren. Nou, als je iets wil leren, dat snappen we als je golf wil leren en je wil het serieus doen, kun je een bal kopen en een, en een club en wat gaan zwiepen. En misschien raak je in een bal en denk je: Kijk, ik ben een golf en nou hartstikke fijn. Als je het serieus wil doen en je wil. Vergt dat een bepaalde aanpak? Een bepaalde mindset, een bepaalde manier. Weten hoe je een bal moet raken? Je moet dat oefenen, trainen. Nou, waarom zou dat bij beleggen anders zijn? En al helemaal bij traden anders zijn dan bij golf of bij zwemmen of bij autorijles? Tell me. Dus iedereen die wat aanrommelt en ad hoc gedreven is, een beetje impulse trading doet of impuls beleggen is, ja, dat is hartstikke fijn. Maar daarmee ga je de, de wedstrijd uiteindelijk niet winnen. Ja. Nee, maar even, even een voorbeeldje tussen nu je het allemaal zo noemt. We hebben het toch al uitgebreid over Basie. Ik had vandaag uh, op Twitter had ik verschillende mensen die mij vroegen: van Basie by dip. En dan denk ik van uh, ten eerste: uh, als het bij de dip is, is, is min 10%, dan moet je niet over nadenken. Dat moet je dan doen, want dat mm. is de essentie van mm -hmm. bij de dip. Mm -hmm. En ten tweede, daar moet je voor die cijfers over nadenken. Je weet, basic met cijfers, dat gaat altijd of hard omhoog of hard omlaag. Denk dan, bedenk dan van tevoren wat je bij welk percentage gaat doen. Ja, nou ja, goed. Om te beginnen is het inderdaad zo dat ze jou die vraag stellen. Want als het goed is, uh, behoor je dat zelf te weten. Wanneer je erin gaat en wanneer je eruit gaat. Dus het is al heel. Ik hoop dat op... ik dat ook een beetje tussen de regels door heb geschreven en <laughs> ja, ja, ja. antwoorden. Nee, maar goed. Maar dat zijn, dat, nou ja, dat zijn voorbeelden van de verkeerde manier van denken: denken dat een ander jou een tip kan geven. Hè? Ik zeg wel eens: zeg, als je zegt, een, het is net hetzelfde. Als je komt voor een tip, dan is de vraag oké. Okay. Dat heeft pas zin als je weet dat de tipgever, één, betrouwbaar is. Met andere woorden, succesvol. Twee, het heeft pas zin als je een tip krijgt om iets te kopen, maar ook weet wanneer je het dan moet verkopen. Drie, je moet ook nog weten hoeveel dat je moet kopen en hoeveel dat je moet verkopen. Dus ik heb er niks aan dat iemand roept, koop nu Bezi. Ja, iedereen kan wat roepen, weet je. Iedereen kan roepen, koop nu Bezi. Kijk, wat Niels doet, die komt met een fundamentele Analyse en die zegt: Luister, we betalen zoveel keer de winst. Ik heb die en die verwachting. Dat is huiswerk. Daar geloof ik in. Dus op het moment dat je huiswerk gedaan hebt, je hebt een duidelijke visie of een mening en je hebt het ook kaderd binnen een beleggingsportefeuille voor een x termijn. Dat is prima. Daar zit een kop en een eigen risicoprofiel cetera. Ja, daar zit een kop en een staart aan. Maar bij de meeste mensen zit er geen. Die kopen alleen de kop en die hebben geen idee of er nog vis aan die graad zit of niet. En ja, wij willen graag iemand. Ik heb het wel gezegd: ja, je moet bij mij niet voor die vis komen. Ik laat zien hoe ik vis. Nee, concreter kan ik het niet maken. Je kunt voor mij ook een vis kunnen kopen. Maar ik, het heeft pas zin als je snapt hoe ik. Hoe ik je leer hengelen, want dat is eigenlijk wat ik ga doen. Ik ga je leren hengelen. Nou, iedereen is die leuke, dat is een leuke naam voor die cursus, hengelen met anderen. Hengelen, hengelen met anderen, ja, <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik zit naar de klok te kijken, we zitten al, al, we zitten al, al op 26 wow. minuten. En, uh... Unilever hebben we nog niet behandeld. Nee, ik zit dan naar jou te kijken. Jij hebt al iets over uh, Shell gezegd, hartelijk dank, ik zit daar zelf in. Ik heb alleen aangegeven dat de wereld <laughs> verandert en dat, ja, dat ja. een bepaalde overtuiging die je hebt, dat dat kan veranderen. Ja, ja, dat ja. Ik, ik denk dus namelijk dat er nog nooit zoveel fantasie in Shell heeft gezegd. Nou, ik ben het... Kijk, natuurlijk volg ik ook een beetje fundamenteel wat er gebeurt. En ik, ik, ben, um, nou, ik, ik ben op zich niet zo negatief op Shell. Ik vind, dat, ik vind het leuk dat het in een verdomhoekje zit. En dat betekent dat ik het interessant vind. Ik vind het interessanter, klinkt misschien stom, dan ASML. Want daar zit alles, alle, alle goede nieuws wel eens langzamerhand een beetje in. Ja. Snap je? Dus, okay. eh, ik, kijk even naar rechts. Want Niels, Niels, ja, Want Niels, jij hebt echt naar die cijfers van Shell en, en ook Unilever, of het ruim mee eindelijk weer eindelijk weer omzetgroei. Ja. Zal ik maar zeggen, kun je daar even twee zinnen over zeggen? Ja, Want we hebben natuurlijk ook nog, en dat is wel een rubriek, we hebben natuurlijk ook nog de vragenrubriek ja. en die gaan we niet overslaan. Zeker niet. Uh, nou, bij Unilever, ja, normaal, uh, dat zullen de aandeelhouders wel weten van Unilever, meestal als ze met cijfers komen gaat de koers omlaag. Deze week een keer niet. Uh, wat met name goed was, uh, dat toch wel onderliggend is de groei, uh, Ja, toch wel aardig, 6% groei, alleen... Onderaan de streep, of ja, onderaan de streep, de omzet kromt wel met 2%, maar dat komt dus door die valuta. Omdat die euro zo hard is gestegen, is gewoon dat resultaat um, ja, 8% negatief beïnvloed. Dus simpelweg, dus door de tegenzittende valuta, is die omzet dus 8% lager uitgekomen. Dan dat, het op een, ja, dan dat het gewoon vergelijkbaar zou zijn. Dus, Vooral dus, ook emerging markets juist, hè, waar het tegen zit ja, juist, met die dus, valuta. Dus onderliggend was het dus, dus on, de omzet krom met 2%, maar mm -hmm. was dus met 6% gegroeid als die... ...valuta niet al tegengezeten. Dus. Ik, ik, ik kan me geen enkele rapportage van uh, Unilever herinneren... ...waar valuta niet een rol speelde. Ja, ja, of maar het ja, nou mee of tegen zat. Nee, ja, maar het, is het is gewoon in het uit aan ja, het Ja, maar, maar, ja Overigens, uh, Unilever had alleen omzet. We kunnen helaas niks zeggen over nee. de marges... ...of uh, de winstcijfers of wat dan ook. Die gaan we pas nou, dat bij Dat hebben ze wel doen. aangegeven hoor. Oh, ze hebben we wel aangegeven dat hun marges beter zullen zijn... En ja, dat ja maar ze hebben geen harde cijfers. Te nee, dat, dat, dat klopt. Ik, ja. Maar ze zijn zelf wel toch redelijk positief, uh, als ik me niet vergis. Ik kijk jou even aan, Niels. Maar volgens mij waren ja, ze positief ook over hun marges. Ja, hoor. Absoluut. Heeft, heeft dat ook te maken? Want dat vind ik dus de fantasie, in, vooral in Unilever. Met die hele vegan revolutie. En met al die, die vegan producten waar ja, zeg maar kogelbiefstuk marges op zitten. Ja, dat is wel echt lange termijn. Dat is nu ja. nog wel een heel klein deel van het bedrijf. We ja, dus moeten ook dat zo. ook weer niet overdrijven. Nee, Oké, okay. vooruit. Uh... T, T is voorlopig nog belangrijker geworden. <laughs> dat is 20% van het Nee, Serieus, dat is 20%. Ja. Dus dat is, dat is ja. substantieel. Ik vond zelf de, 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 de cijfers van, saai, van Shell vond ik saai in de goede zin van het woord. Ze doen gewoon wat ze goed doen, heel goed rekenen. En uh, Wil jij daar nog iets over zeggen? Nee, ik Dus dat is bescheiden dividendverhoging van 4%. Ik ga ja, langzaam terug. Ja, wel wat verhoogd, maar het is natuurlijk wel ja. dat ja, 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 ja. wel weer ruim. Maar jij had, ja. had toch een mooi overzicht volgens mij? Ik, op jullie site vond ik een overzicht dat jij het vergeleek met ja, ja, ja. de de Chevron en de BP. Ik vond ja, ik, dat een heel helder overzicht. Ik, ik, ja, ik heb inderdaad wat, wat heb ik gedaan. Ik heb, ik heb even dividendrendementen, de huidige dividendrendementen mm -hmm. met elkaar vergelijken. Shell is het laagste, was altijd de hoogste. Uh, Chevron verhoogde deze week ook 4 en Shell is de enige geweest die echt verlaagd heeft. We weten het nog allemaal. Tweede verlaging mm. vorig jaar. BP heeft ook gehalveerd. Maar Exxon, Chevron en Total hebben niet verlaagd. En als je, ik heb zelf een vergelijking gemaakt vanaf 2014. Toen piekte de olieprijs op 100, mm. uh, op 100 dollar. Nou, we weten wat er nu staat. Sindsdien is er, is er continu wat in die oliesector. Waar er is die enorme daling van die olieprijzen. Vervolgens kwam natuurlijk dat hele, ja, die hele duurzaamheidsrevolutie, om het zo maar even te noemen. Dat echt een hot item begon te worden. klimaat et cetera kwam, kwam er overheen. Ja, en sindsdien van Big Oil presteert uh, Shell verderweg het beste. Het staat herbelegd in die zeven jaar, herbelegd. 20% onder de koers van toen. En dat ja. is natuurlijk, uh, ja, dat betaalt geen ja, maar, pensioen, da hè? maar daarom is het ook, vind ik het ook interessant om naar te blijven kijken. Ik denk wel dat, dat, dat de turnaround die Shell moet maken. daar dat, dat is natuurlijk weinig um, zichtbaarheid. Maar de vraag welke kant dat uiteindelijk opvalt. Maar het is wel interessant dat zo'n bedrijf dat nu moet gaan doen. Hè? Kan het zichzelf heruitvinden en vindt het en maakt het de juiste strategische keuzes daarin. Maar goed, dat is net dat wat is wel ik dat is wel spannend. Ja, maar dat is net wat ik zeg, dat is de fantasie die. Er, ja. Wat mij betreft. Ja. Ik, ik heb de aandelen dat uh, die, die het sentiment is uitermate bedroevend en het ligt nog steeds in het verdomhoekje. Ja, ja, maar, maar goed prima, daarom. Toch? Ja. ja, nee maar goed <laughs> daarom daarom zie ik het ook als een soort van kans hè? dat 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 nou ja, ja. Kan ik zeggen, dat kan in ieder geval positief uh, verrassen. Ja, Ik zie wel wel over de tijd heen zijn. We zijn een half uur bezig. Als u het niet erg vindt, nemen we even een paar minuutjes blessuretijd. Ja. Want u hebt vragen gesteld aan ons en die willen we nou, gewoon nog even, even beantwoorden. Nou, Niels, Niels over kom die vragen dat hebben we niet zo heel handig aangepakt. Want we waren vergeten de mensen te vragen om een vraag in te stellen. Okay. Dus wat hebben we gedaan? Bij deze het, de vraag. Om ja. het op te lossen hebben we dus twee vragen genomen van vorige week die we niet hebben behandeld. Dus zo lossen we dat, dat op. Oké, okay, pas los. En Erik Ijsink, of een semiconductor ETF nu interessant is... Nou ja, we, hebben wat, we hebben er wel wat over gezegd. Nou, de chipsector in zijn algemeenheid is natuurlijk wel aan de prijs. Dus het is misschien niet het meest ideale moment. Maar voor de lange termijn ja, het is het wel een, een lange termijn een groeimarkt. Dus ik zou er altijd wel een deel van, van mijn geld in durven stoppen maar wel beperkt, want de volatiliteit ja. van dit soort bedrijven die daarin zitten is hoog groot. Het is en blijft gewoon hoog risico. Ja. ondanks dat, dat de koersen natuurlijk al tien jaar in onze kant uit rollen. En, en de volgende. De tweede was van waarom de, de rentes die wij in de slotkol publiceren, waarom die afwijken van de rentes in de ixs one monitor? Want in de ja, in de meld ik altijd de tienjaarsrentes van de Europese ja, landen. Dus de data, is dat? Ja, dat is data, is dat? is Reuters, Refinitiv. Oh, ja. En nou, in, in die one staat uh, data van een andere, andere leverancier. Maar hoe komt het, ja. het ja, uh, dat het afwijkt? Dat heeft te maken met quotes. Het je, je is niet zo dat bijvoorbeeld als aandelen dat de hele dag door allerlei obligaties, et cetera, worden, worden verhandeld. Er zijn zelfs landen dat worden dagenlang of wekenlang zelfs niet, niet één in verhandeld. Maar wat er gebeurt is dat de markt quotes afgeeft. En die komen daar te staan. En iedere databoer heeft natuurlijk weer, weer natuurlijk andere market makers waar ze de quotes vandaan halen. Dus, dus daar zitten er vaak de, de verschillen in. Maar soms sluipen er ook gewoon echt regelrechte datafouten in. En dat is heel vervelend. Wij kunnen daar ook niks aan doen. Wij krijgen die data geleverd. En uh, ja. Uh, ja, dit, dit is eigenlijk het antwoord. Maar het belangrijkste is eigenlijk, natuurlijk, altijd dat er is gewoon de Amerikaanse rente. Dat is de dollar-benchmark, de Duitse rente. Dat is de benchmark voor de euro. En die zijn wel heel liquide. Daar wordt veel in gehandeld. En neem gewoon die altijd maar gewoon als. Ja, ook als je eigen benchmarks. denk ja, dat is goed ja. he, beantwoord. Oké, okay, we zitten op 33 minuten. We nemen nog even snel in 10 seconden de agenda van uh, volgende week, uh... het Banenrapport, uiteraard. Inkoopmanagers indices voor de industrie en de dienstensector. En uiteraard kwartaalcijfers. DSM, <laughs> AMG, Bpost, Volkswagen. Volkswagen. Gela Jazeker. Ja. Uh, Galapagos, dus ING en ArcelorMittal. En dan heb ik er nog een, een, een aantal, ja, aantal die zijn niet genoemd. Volkswagen ook bitcoin hebben gekocht? Dat denk ik niet. Dat, dat, vond ik, dat, vond ik, dat vond ik nou zo... Jij, jij krijgt het laatste woord, André. Oh, nee, dat is beloofd. Nee, 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 nee. Dat vond ik nou zo leuk aan, aan, aan Tesla deze week. Of zo leuk eigenlijk. Ja, ik vond het typisch Elon Musk. Die blairde is van de daken dat uh, Tesla voor uh, ik weet niet hoeveel uh, bitcoin heeft gekocht. En de afgelopen kwartaal hebben ze er ook weer voor uh, 272 miljoen uh, verkocht. En dat zie je dan niet terug op Twitter. Dat moet je echt gaan zoeken in de kwartaalcijfers. Uh, ik vind het veel betekenend. André, ontzettend uh, leuk dat je hier was. Dat je uitleg ja. hebt gegeven. Onze belangrijke bela ideeën. De, de gegeven belangrijkste, van de be de belangrijkste uh, datum heb je voor volgende week nog vergeten. <laughs> Dag jij zeggen: uh, 6 mei. Ons, uh, ons webinar. Samen met, uh, met Pieter Kort gaan we uh, een voorproefje geven van het uh, tradingprogramma. Uh, dus iedereen kan zich daarvoor uh, nog aanmelden. Oké. Okay. Nou, dat is doen, hè, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, jullie zullen ik, toch ik online zou, zijn? Ja, ja, ja wij, wij, wij kijken zeker. <laughs> Als er wat te leren valt, dan zijn wij van de partij. Ja, Als het ook wat voor u is, uh, ga zeker even kijken. Misschien is die cursus dan ook iets, iets voor u. Hartelijk dank André Brouwers. Graag voor gedaan. Komstig. Bedankt voor en jullie voor uitnodiging. Graag Uit gedaan. Om te doen. En we gaan hier echt een gewoonte van maken. Nu de corona, het wordt allemaal wat minder. Uh, kunnen we echt gasten gaan uitnodigen. Want het is heel gehallus om op anderhalve meter van elkaar te staan. Wij gaan meer gasten uitnodigen. Ik wens u een prettig weekend. En heel veel succes uh, volgende week op de beurs. En uh, tot gauw. Ja, dankjewel.